Goedemorgen allemaal. Nou, het is 7:30 nu en het heeft vandaag goed gevroren. Gelukkig heeft Aad al de kachel aangedaan, want die is best wel op tijd weggegaan vandaag. Die is met Masha en met Alex Chris ophalen. Dus dat is fijn, kan nu weer lekker naar huis komen. Ik ga zo de kippen eten geven, ik ga zo de honden eten geven, maar eerst een bakje thee. Twee geroosterde boterhammen met zelfgemaakte hummus. Ik ga een lekker soepje maken. Een tomatensoep. En daar heb ik lekker Italiaanse kruiden bij gedaan. En twee handjes linzen voor de bijt. Dus dat laat ik lekker helemaal garen. En dat eten we vanavond. Ik heb daarvoor gebruik de gezeefde tomaten. Gepelde tomaten, twee handjes linzen en wat kruiden. Ik doe er ook wat brandnetelzaad in. Dat is ook een lekker kruid en gezond. Ik ga iets maken van een stronk hout met touw en een heleboel veren. Die ik met de tijd verzameld heb, die ik overal en nergens gevonden heb. En dat ga ik dan in mijn slaapkamer hangen. Ik ben er zelf erg blij mee. Precies geworden zoals ik gedacht had. Hier en daar wat schelpjes. En voor de lunch een heerlijk kopje soep. En twee boterhammen ga ik erbij pakken. Ik loop nu eventjes naar Theresa toe, want we gaan samen even naar de kringloopwinkel. Zo, naar de eerste kringloopwinkel. Theresa gaat op zoek naar patronenboekjes. Dus even kijken of ze wat hier hebben. En anders gaan we naar de grote kringloop. Zo, dit is de tweede kringloopwinkel. Even kijken of ze hier de boekjes hebben. Nou,
alles gedaan. Ik heb nog een kalk in het jaar, weet je. Ja. Dat deed je niet, weg. Ja, jammer. Ja hoor, dankjewel. Kringloopwinkel nummer 3. Nou, je hebt al 6 boekjes, hè, Thijs? Ja. Ja. Ik wou die mevrouw, die had hem al opgerekend, wou hem ook eens laten betalen. Missie geslaagd. Nee, weet ik, dat zie ik ook. Maar dit kan. Ja. Deze heeft een hele stapel boekjes met patronen. Dus. Ik ben helemaal blij. En dan nog in die andere winkel had ze er ook een aantal. Dus, mokken. Nu weer lekker naar de kachel. Hè? Een kopje thee erbij. Lekker hoor. Ook dorst, ja. Stappen, ga lekker een bakje thee nemen met een plakje zelfgemaakte koek. En dan heb ik die balletjes, deze, en die heb ik er lekker overheen gesmeerd. Dus lekker bakje thee met iets lekkers. Wat ga je doen? Naar de winkel. En wat ga je kopen dan? Melis. Doei! Ik heb nooit zo naar de hond. Gaat de deur niet open? Hij ligt open. Heb je wel je geld bij je? Nee. Ja, heb je geld bij je? De sleutel. En wat ga je kopen dan? De sleutel. Wil je de sleutel? Ja. Nou, je legt op tafel de sleutel, ja. Wil je de auto sleutel ook? Auto sleutel. Hè? Daar. Wil je de autosleutel ook hebben? Autosleutel. Ja. Kijk jij het, Marije? Nee. Het is glad buiten. Ja. Sleutel niet. Past hij niet? Oh. Nou, het is de verkeerde sleutel. Misschien deze dan. Misschien die sleutel. Oké. Nou, gaan we even kijken dan. Koop ik voor oma brood. Nee? En melk. Oh, melk. En toen is je weer. Ik doe boodschappen doen. Ja, ga boodschappen doen. Ja. En eten voor een hondje, hè? Hondje. Eten. Leuk niet. Nou, succes, hè? Doei. 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 Ja, wat heb je gekocht? Appeltje. Een paar. Oké, wat heb je gekocht? Laat eens kijken. Ja. Laat eens kijken. Wat heb je gehaald? Een paprika. Oh, paprika. Nee, niet bijten. Een paprika. Kom, leg hem op de schaal. En wat zit er nog meer in? Nog appel. Nee, dat is een mandarijn. Nee. Hoe zeg je dat? Mandarijn. Mandarijn. En paprika. Paprika. Kom, zullen we op de schaal leggen? Nee. Nee? Ik zit zo. Oké. Nou, doei. We hebben lekker gegeten. Een kop soep met brood. Aad is net naar buiten gegaan. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Ik ga lekker de boel afruimen. Een bakje thee zetten. En dan is deze dag weer bijna voorbij. Dank u wel voor het kijken en tot de volgende keer. Ik wil mijzelf openbaren op een wijze die niemand weet of durft te hopen. Kracht en openbaring. Liefde en trouw. Levengevend. Opbouwend.
rustgevend en vol hoop. Dat zijn mijn wegen en zij zullen baanbrekend zijn. Er zal hoop zijn voor hen die geen hoop hebben. Rust voor de rustelozen. Kracht voor die krachteloos zijn. Leven voor wie het leven niet hebben. Daar moet alles losgelaten worden. Wie goud van mij wil kopen, zal zien dat het zevenvoudig gelouterd is. Zeven is de volheid van mijn plan. En mijn plan zal zijn volheid bereiken, omdat ik het heb gewild.